Hoi, ik ben Tim, student bij Fontys. En ik hoor steeds vaker dat VWO-leerlingen ervoor kiezen om HBO te gaan studeren. Ik ben heel benieuwd waarom ze deze keuze hebben gemaakt. Ik ben Aniek, ik ben 18 jaar. Ik kom uit Nijels, een klein dorpje in Limburg. Ik studeer communicatie IMES, dus dat is hier op Fontys AC. Ik heb hiervoor een VWO-diploma behaald. Ja, ik ben wel HBO gaan doen, ook al heb ik VWO gedaan. Oh, ik ben echt bij alles geweest. Ik begon bij International Business. Toen wilde ik nog Food Technology doen. Toen ben ik nog bij de kunstacademies geweest en toen ben ik hier uitgekomen. Oké. En heb je ook nog bij universiteiten gekeken? Ja, voornamelijk universiteiten. Eigenlijk was de Fontys de eerste HBO waar ik ben geweest. Want het wordt gewoon automatisch eigenlijk. Ik heb VWO gedaan, dus je gaat naar de uni kijken. En toen dacht ik, ja, ik vind hier niks. Dus laat ik eens een keer gewoon een HBO bekijken. Ik ben veel bezig met film en muziek en dat mag ik hier doen. En wat ik hier leer kan ik later gebruiken om in die werkvelden terecht te komen. En daarom heb ik het gekozen. Toen ik binnenkwam vond ik het meteen gezellig. Er was tot muziek op, iedereen was vriendelijk. Ja, ik weet niet. De sfeer was heel anders dan op een uni. Minder elitair en zo. Dus dat vond ik heel fijn. Omdat ik graag wel bezig ben met dingen. Ik wil niet dit in de boeken leren. Ik hou niet van leren. Ik wil dingen maken, bedenken. Ik wil ook creatief denken en dat kan ik hier wel en op de uni minder. Iedereen die mij goed genoeg kende dacht ook dit past veel beter bij jou, dus dan lekker naar het HBO en dan kom je er ook wel. De opleiding bevalt goed en de leraren zijn fijn en vooral de vrijheid om de opdrachten te vervormen naar iets wat een onderwerp wat je zelf leuk vindt, dat bevalt mij heel goed. In mijn eerste periode was er vooral heel veel projecten in plaats van een tentamen. Ja, ik vind dat fijn, want dan wordt je kennis eigenlijk nog veel beter getest. En de leraren zijn er gewoon om je te helpen. Je kan ze altijd vragen. Dus ze zijn niet dat ze zo boven je staan dat ze je alleen maar uitleg geven één keer in de les. En dat de rest is, zoek het maar uit. Het is enigszins praktisch, want je moet heel veel ervaring opdoen. We hebben een vak dat heet P-uren. Dat zijn een aantal uren die je buiten de lessen om moet maken. Dus dan wordt er verwacht dat je ergens gaat meehelpen of zo. En dat vind ik heel leuk. Mm-hmm. Maar er zit wel genoeg theorie achter, zodat je ook weet wat je aan het doen bent. Dus ja. Dat is fijn. Nou, wat ik zou zeggen is, ga gewoon eens een keer heen. Kijk hoe het is. Maar vooral let op of je echt nog wil leren van theorie of dat je het echt wilt doen. Want dat is dat voor mij het verschil. En praat met de leerlingen wat zij doen. Want stel je gaat naar een HBO wat alleen maar praktisch is en dat vind je ook niks. Dat is een hele grote omschakeling. Voor mij is het vooral het concepten bedenken vind ik lastiger dan de vakken met theorie, want die haal ik eigenlijk makkelijk. Nou, je vindt je stof makkelijk, maar vind je dan dat je jezelf ook nog genoeg uitdaagt momenteel? Ja, zeker. Want ik leer juist heel veel nieuwe dingen. Want op VWO, het ging me allemaal best makkelijk af, dus ik hoefde nooit echt hard te leren of zo. En nu krijg ik vakken die ik allemaal nog nooit heb gehad. En vooral het dingen bedenken, met groepjes samenwerken en echt volledig een hele cases oplossen, dat is nieuw en dat vind ik juist leuk, want dat is waarschijnlijk ook wat je later gaat doen. Oké, mijn toekomst. Ik wil heel graag iets in de film doen. Ik schrijf films, ik maak films, dus ik hoop in de filmindustrie terecht te komen. En misschien niet meteen als filmdirector, maar in ieder geval dat je daar kan instromen met de opleiding in de creatieve industrie.